Vitesse maakte afgelopen weekend indruk in eigen huis tegen NAC. Het goede Arnhemse spel was op zich geen verrassing, want Vitesse maakte in de weken daarvoor ook al indruk op voetballend Nederland. Vooral in het duel tegen Feyenoord om de Johan Cruijffschaal kwamen de Arnhemmers goed voor de dag. Dat duel ging helaas verloren, daarom was de 4-1 zege in de eerste wedstrijd van het seizoen erg lekker. We hebben een eerste stapje gemaakt. Niets meer, niets minder. We zullen nog zoveel moeten laten zien om naar onszelf toe aan te tonen dat wij die ambities die we heel graag wel uitspreken, dat we die kunnen waarmaken. En het is een eerste stapje. Dat is zeker zo. Het gaat allemaal lekker tot nu toe en we voetballen lekker. We trainen heerlijk. Ze zijn alle sets aanwezig om plezier te hebben, dus dat is wel lekker. Ja, dan even over je eigen spel. Je speelde vorige week je eerste wedstrijd, officiële echte wedstrijd in de Eredivisie voor Vitesse. Maar alsof je al jaren voor Vitesse speelt. Ja, voelde dat ook zo? Eigenlijk vanaf de eerste minuut dat ik de Gelredome binnenliep, had ik wel het gevoel van dit is mijn thuishaven. Dus dat is wel prettig als je dat gevoel gelijk hebt. En, ja, weet je, het helpt ook natuurlijk als je als team met z'n allen gelijk in de wedstrijd zit. En als je na twee minuten al de 1-0 maakt. Dus ja, het was gewoon een heerlijke avond. En we voetbalden heerlijk, ik voetbalde heerlijk. En die avond kon eigenlijk niet lang genoeg duren. Matas probeert het, Linssen doet het. Het is 2-0. Zijn eerste ook. Hij kwam van Groningen. Ja, nee, dat is zeker. Het is altijd lekker als je van een nul af bent. Want dat is altijd zo'n shit momentje dat je nog op nul bent. En dan begint de media erover te zeiken. En dan moet je iedere keer weer verdedigen. En nu zit hij erin en nu moeten we doorbouwen. Dus de druk blijft altijd hoog. Dus die leg ik ook mezelf op. Dus ik heb zin in morgen. En ik hoop mijn tweede doelpuntje eraan vast te kunnen plakken. Wat voor indruk heeft Roda op jou gemaakt in de eerste wedstrijd tegen PEC die ze gespeeld hebben? Nou, heel wisselend. Ik denk dat het eerste gedeelte of de eerste helft van Roda bij PEC was wel aardig hoor. De manier hoe ze druk zetten, de dreiging vanuit de counter. Ze hebben met Gustafsson vind ik echt een hele mooie speciale voetballer erbij. Dus de eerste helft was wel heel erg indrukwekkend, moet ik heel eerlijk zeggen. Tweede helft stortte dat een beetje in. Ook zij, net zoals wij, hebben verbeterpunten. Nee, ik weet dat het altijd gewoon heel vervelend is om bij Roda te spelen. Het team verder zegt me niet zo heel veel. Ik ken wel natuurlijk een aantal spelers, maar het team verder zegt me niet heel veel. Dat is altijd ieder jaar maar afwachten bij Roda. Zo ook dit jaar. Ze hebben de eerste wedstrijd verloren met 4-2. Het is duidelijk dat wij meer kwaliteit hebben en dat wij daar naartoe moeten gaan om te winnen. En met die instelling gaan we daar gewoon naartoe. En dan zullen we morgen wel zien hoe ze verder spelen. Het gaat toch om ons. Als wij gewoon doen wat we tegen NAC hebben gedaan, dan kan het niet misgaan. Op de afsluitende training donderdagochtend ontbrak Milot Rashica. De snelle buitenspeler speelde tegen NAC nog een sterke wedstrijd, maar is voor morgenavond dus een vraagteken. Al is er goede hoop bij Henk Vrezer dat hij vrijdagavond toch een beroep kan doen op Rashica. Ja, wat lichte buikklachten. En op dit moment wilde hem daar ook uit de groep houden. Maar morgen zal hij naar alle verwachting gewoon erbij zijn. Nee, volgens mij had hij last van een griepje of iets. Of was hij ziek, ik weet het ook niet precies. Wellicht is hij er morgen wel bij. Daar ga ik in ieder geval van uit. Als hij niet speelt, is hij altijd een aderlating. Hij is gewoon een ontzettend goede speler. Met veel dreiging en een goede voorzet. Dus het zou een aderlating zijn. Maar ik ga er gewoon vanuit dat hij speelt. Dus we zullen het zien. Ja, je zegt al van die ambities willen we waarmaken. Betekent dat je morgen 3 punten moet halen in Kerkrade? Ik denk wel dat we als Vitesse zijnde altijd een wedstrijd zo in moeten gaan. Ja, ik bedoel, daar ben je Vitesse voor, simpel. Wij moeten morgen gewoon 3 punten pakken. Dat is de extra druk die we onszelf wel moeten opleggen. Ja, want we denken allemaal groter en we willen allemaal hoger. Ja, dan is dat wel iets wat bij de top hoort, hè, om elke wedstrijd weer te zien als 3 punten.